Ik ben Martin Rebrie, ik ben een bioboer en ik werk hier in opdracht van Compaan en Labeur. We staan hier op het veld van Tosiemé, op het heiveld in Sint-Amandsberg. Ik ben Joachim en ik ben eigenlijk de kok in restaurant Le Petit Botanique. Ons restaurant ligt eigenlijk in het centrum van Gent, de Kammerstraat. Het idee is dat we eigenlijk de groenten die we geteeld hebben op het veld iedere middag hier gebruiken in de lunch en daarmee aan de slag gaan. We kweken hier verschillende groentes voor een stadsrestaurant, een cateringbedrijf en zelfplukkers. Daarnet waren we in de moestuin, dus de groentes zijn geoogst. We komen hier 's middags toe en iedere middag worden er eigenlijk een verse lunch gemaakt met de groentjes uit de eigen stadstuin. We kunnen hier maximum 28 couverts zetten. Ja, we zijn nu 's middags en 's avonds ook open. Dus als je dat maal 2 doet in de zomer, dan hebben we echt 95% is van eigen productie. Ook zelfs ajuinen, aardappelen en dan natuurlijk alle kleine gewassen is allemaal van eigen productie. Dus enkel in de tussenseizoenen moeten we hier en daar een beetje bijkopen. De mensen die hier werken op het project zijn enerzijds uit de arbeidszorg en anderzijds uit de sociale tewerkstelling, dus langdurige werklozen. Bij mij staat er op dit ogenblik Julio en Stanley. Julio is eigenlijk al een hele periode mijn rechterhand, dus die staat al echt even bij mij in de keuken. Dus soepen maken, groenten snijden, een beetje van alles. En wie leert jou dat? Joachim. Inderdaad, de naam zegt een beetje korte keten, dus de korte afstanden, dus zoveel mogelijk lokale producenten. De korte keten betekent dus dat we rechtstreeks kunnen leveren, 's morgens besteld, 's middags geleverd, heel weinig transportkosten. MUZIEK